Calvijn ben naar Noorwegen gegaan met een missie. Oh, misschien hebben we er een, je weet het niet. Yep. Hier probeer ik mijn eigen kibbeling te vangen. Kibbeling, en dan bedoel ik echte kibbeling, wordt gemaakt van kabeljauw. En in Noorwegen heb je de beste kabeljauw ter wereld, skrei om precies te zijn. En die probeer ik hier naar binnen te halen. Waarom? Nou, daarvoor moeten we even terugspoelen. 2 dagen eerder begon ik op Schiphol. Ik was met mijn cameramattie Michael en nog een andere random vrouw die ons de hele tijd aan het achtervolgen was. Voor we het wisten waren we van Schiphol naar Oslo gevlogen. Kijk even daar of je over mee gaat. Ik weet ook niet wie het is. Zou je even een rondleiding geven over dit vliegveld? Oké, even voor de duidelijkheid. We moesten 3 vluchten pakken om te komen waar we wilden zijn. Eerst van Schiphol naar Oslo. Toen van Oslo naar Bodø. En van Bodø naar Leknes. En daar ben ik voor video's al vaak genoeg rond de wereld gevlogen. Dus dit ging natuurlijk een makkie worden. Michael, app mij. Vlucht heeft iets. Snel filmen. Hier was een man de situatie aan het uitleggen in het Noors. Hier kan ik het halen. Daar verstond ik natuurlijk helemaal geen reet van. Maar aan de gezichtsuitdrukking van deze vrouw te zien, was het niet best. Nou goed, wat bleek? Te weinig personeel, vlucht waarschijnlijk vertraagd, kut met peren, overstap missen, 1 grote bak ellende. Maar gelukkig was daar... River! River was geen drugshond of zo. Hij was letterlijk alleen op dit vliegveld om mensen blij te maken. Dat is toch fantastisch? Verder was het wachten. Weet je dat ik echt van binnen kook ik echt? Wachten. We handen dat die stalker met ons mee is. Die kan het dan even allemaal regelen. Na 3 uur wachten konden we dan eindelijk. 1,5 uur later landen we in Bodø en daar ging alles natuurlijk helemaal vlekkeloos. We weten niet waar we heen moeten. We hebben de koffers niet. Good. We are going to Leknes. Yes. But we don't know where the suitcases are. What is your name? David Swinkels. We will go grab the suitcases. Onze koffers zouden hier moeten zijn. Ik zie ze niet. Oh jawel, ik zie die van jou. Die is van jou toch? Sorry, er zitten camera's in toch? Okay. Door de vertraging hadden we dus onze laatste vlucht gemist. Ik krijg toch de perska. En de eerstvolgende ging om 5 uur de volgende ochtend. Maar gelukkig had de vliegtuigmaatschappij een hotel voor ons geregeld. With jacuzzi, please. We moeten hier dus even de nacht spenderen en dan morgen vliegen we weer. Wacht even. Good morning. 3 uur 41. Een paar uur slaap gehad, maar nu was het dan eindelijk tijd. De laatste vlucht richting Leknes. De plek waar ik mijn eigen kibbeling ga vangen. Ah, ja, chill. Ja, dit is wel echt nice, Bosch. Het zit potdicht. Er gebeurt ook geen kut binnen. Alles staat stil. Oké, wat doen we nu, zeg maar? Ja, het is handig dat die stalker er nog is. Want die kan nu eventjes gewoon het ding een beetje uitzoeken. Oeh, er is contact. Goedemorgen. Oké, okay, het vliegveld is inmiddels open. Noorwegen, laat je horen! Ik heb wel een beetje het idee dat het een privéjet stapt. Good morning. Hey man. Kalle. Buiten het vliegveld werd ik opgewacht door Kalle. Hij woont hier in de buurt. We could be brothers. Yeah. Het was 6:15, we kwamen aan bij ons huisje en het was nog steeds donker. Ja, het is nog iets te donker misschien om te zien hoe fucking majestic dit eruit ziet. Maar na een uurtje bleek al gauw in wat voor schilderij we terecht waren gekomen. Ik heb ooit gehoord van het monster van Leknes. Landencampagne, vissen. Ik heb dus geen spullen mee, ik heb geen hengel, ik heb geen ervaring. Ik heb het plekje voor mezelf al gevonden. Ik ga daar zitten. Of ik een vis weet te vangen is nog maar een tweede. Something like this. Nee. Mijn Noorse mattie Kalle had gelukkig nog wel een paar hengeltjes. So this is all I need. Yes. Oké. Okay. How big will the fish be that I maybe catch here? This size? Like this. Ah, oké. Okay. Ah. So you have everything. Awesome. Good. Let's do it. En daar ging ik. Tijd voor actie. Ik weet gewoon precies wat ik allemaal moet doen en hoe het eraan moet en hoe het uit moet gooien. Let the fishing begin. Oké. Ah, kut. Misschien vraag je je af, Kelly, waarom doe je zoveel moeite? Waarom ga je helemaal naar Noorwegen om te vissen? Wat is nou leuk aan vissen? Nou, vroeger viste ik altijd met mijn vader. Nou ja, op dit moment, ja, ik heb je eigenlijk nog nooit over verteld, maar een paar jaar geleden stapte mijn pa in de auto van iemand.
van iemand die had heel veel gedronken. En toen zijn ze samen naar huis gereden. Ja, uiteindelijk is hij gewoon in bed gaan liggen en heeft hij besloten, ik hoef gewoon niet meer te vissen. Dus geen paniek, hij leeft gewoon nog. Oké, nu even serieus. Ik vraag me oprecht af of ik in de afgelopen 10 jaar in Amsterdam niet gewoon een luie hond ben geworden. Met één druk op de knop bestel je alles. Boodschappen, eten, kleren, meubels. Je hoeft eigenlijk niks meer echt helemaal zelf te doen. Heel eerlijk, wanneer is de laatste keer dat jij echt iets van begin tot eind helemaal zelf hebt gedaan? Nou? Ik was inmiddels een uur aan het vissen. Nee, het schiet niet op, nee. En ik moet eerlijk toegeven... Ik begon mijn vertrouwen een beetje te verliezen. Ze zijn er toch echt. Kijk dan. Het goede nieuws is, ik heb een vis. Het slechte nieuws is, dit is niet de kibbelingvis. Ik was op zoek naar die echte kabeljauw. Een vis die ongeveer 3 keer zo groot is als kleine Jaapie. Even voor de beeldvorming. Ik sta hier nu ongeveer 2 uur en ik heb 1 vis gevangen. Dus ik denk dat ik gewoon even weer Kalle ga bellen. Die gozer die me dit spul heeft uitgeleend. Kalle. Oh. I need a better plan. I need something else. I take the... I'm coming and pick you up with the boat. Oké. Okay. Bye bye. De beste kibbeling maak je van kabeljauw. En als je dan de Rolls-Royce onder de kabeljauw wil vangen, dan kom je uit bij de Noorse winterkabeljauw en dat noem je skrei. En de kans dat we die skrei gaan vangen vandaag is exact... Zero, because we have no skrei here. Oké, voordat je denkt dat hier mijn hele plan in duigen valt, geen paniek. Gewone kabeljauw, alsnog een vis van 1,5 meter, moet wel te vinden zijn. Kalle was daar in ieder geval vrij zeker van. If you catch no cod, you can take a swim today. And if you catch something, you do it. Oké, we'll shake on it. Is it cold, the water? It's pretty cold, yeah, right? It's cold. Oké, nice. Hopefully we can also see some orcas or sea... Orcas? Yep, we have them here also. Orcas? Dat wist ik niet. En ook al was ik hier met een missie, ik kon niet anders dan even intens genieten van de omgeving. Ik bedoel, kijk even. I just driving around now, see where exactly the fish are. A lot of fish now. Hey, this is the spot. Let's do it. Het is begonnen. Het moment. You keep it in for like a minute, you said. Yeah, around 1 minute. Ja. Doe ik even een. Ik wilde net even overschakelen naar de sponsor van deze video. Daar ligt die. Erp. Maar ik moest even deze naar binnen trekken. Momentje. Komt u maar. Wow. Dit begint erop te lijken, maar het is niet the real deal. We need the big motherfucker. Another one. Vis nummer 2. En terwijl ik hier de ene na de andere vis vang... Kijk, lekker. ...ga ik jullie vertellen over Airup. Airup is fles. Je kent ze wel. Woehoehoe! Nice. En je drinkt water, maar door de geurpots heb je het idee... ...dat je dus heerlijke smaakjes aan het drinken bent. Ze hebben allemaal verschillende soorten smaken, dus het gaat nooit vervelen. Let's go! Ik vind dit al gewoon crazy impressive. Mijn favoriete smaak van dit moment is Gummy Bear. Kijk dan, ze worden groter en groter. Ben je nou benieuwd geworden? Ga dan naar airup.com en bestel je eigen fles. Kom maar, boys. Dit is echt zwaar, bro. Oké. Oei, bro. No. Nee! Daar gaat ie. That was close. But we know they are here. Yes, that was the one. Het was duidelijk. De kabeljauw die ik zocht, die zwom hier. Ik hoefde hem alleen maar te vangen. You don't want to live the city life. No. With all the parties and No. I'm living up here with my boat. And it doesn't get boring? No. Not the days are not the same. So you fish 6 days a week? Mostly. On a high season, 6. En terwijl Kalle en Nicky lekker over het leven aan het praten zijn, werd hij ineens gebeld door vissers uit de buurt met nieuws. Over de orka's. Er is dus kans op orka's vandaag. Meer dan normaal. Yes. Telkens als hij zijn telefoon pakt, heb ik het idee dat iemand hem komt bellen. Om te vertellen dat er orka's gesignaleerd zijn. Want hij heeft gezegd, als ik het belletje krijg, gaan we er meteen naartoe. En orka's around? No. Geen orka's, volgens Kalle en zijn viscollega's. Maar weet je, heel soms heeft het leven het rare trekje om je te verrassen op het moment dat je het minst verwacht. Orka, bro! Bro, zag je dat? Wow, hij is er gewoon. Oké, change plan.
Focus on the orca, focus on the orca. Here, daar aan de zijde. Oh. Daarom, daar. Er zijn gewoon twee of zo. Hè? Daar. Nou ja, ze. Can we follow him? Dit is niet normaal. Oké, change the plan. We laten de kabeljauw even voor het eerst, want we zitten echt midden in de orka's. Wauw, kijk dan. Dit is echt insane, Michael. Voor mijn gevoel stond de tijd stil. Veel psychologen zijn het erover eens dat momenten zoals deze de gelukkigste momenten in mensen hun levens zijn. Dat je helemaal in het moment leeft. Je bent niet bezig met vroeger of de toekomst. Niet bezig met hoe je eruit ziet of hoe je erbij loopt. Maar gewoon zijn. In het nu. Kijk dan. Dat was dit. Je zou het bijna vergeten, maar ik was nog steeds op missie. Ik pakte mijn hengel er weer bij en ik ging verder met mijn zoektocht naar kibbeling. Ja. Nee, kleintje. Small one. Wat boys, gun me gewoon even die kabeljauw. Nope. Kabeljauwtje? Not the one. Not the one. Bijna. Kabeljauwvissen ging niet echt van zijn leien dakkie. We waren inmiddels uren bezig, maar op een of andere manier hadden ze er geen zin in. Hallo, hè? Ja, vind ik lullig. Ik begon er een hard hoofd in te krijgen, jongens. Ik merk dat Kalle ook een beetje zijn optimisme kwijt aan het raken is. Hij heeft net een heel klein visje gevangen. Veranderde de strategie. Dit mooie blinkertje gaan we even omwisselen voor een echte vis. Ja, it's now or never. It's nu of nooit. Ik begreep ineens waarom in Nederland kibbeling eigenlijk altijd gemaakt wordt van andere soorten witvis zoals heek, schelvis of koolvis. Die zijn namelijk veel makkelijker te vangen. Weet je, soms in het leven moet je gewoon je verlies pakken. To wait, right? Before... Soms. Maar niet vandaag. Oké, nou dit zou wel eens... Jongens, dit zou wel eens kunnen zijn. Focus, boys! Misschien hebben we er een, je weet het niet. Nee, het schiet niet op, nee. Nee! That was close. Yeah, boys! Yeah! 20 minutes, maybe half hour, till the dead period is coming. Oh, nice. So it was perfect. Net op tijd, jongens. Een kibbelingetje, hoor. Hey. De kabeljauw was binnen. En het enige wat me nog te doen stond, was dit prachtige beestje omtoveren tot een heerlijk bakkie kibbeling. Kalle liet me zien hoe ik de vis het beste kon schoonmaken. Let's lay here. Ah, oké. Ja. Nou, het ziet er best wel gewoon nice uit. All the way to the back? Yes. Oké. So this is it? That's it. That is the dinner. One day's work. Yeah. Jullie weten dat ik niet de allerbeste kok ter wereld ben. Als je samenwoont met een vrouw die meerdere kookboeken heeft uitgebracht, wat doe je dan? Ja, je raadt het al. Dan vraag je Tobias. Kibbeling. 70 gram bloem, plop erin. Dan nemen we alleen het geel van een eitje. Oké, alleen het geel. Kijk, als je ergens hard voor hebt moeten werken, dan is de beloning 10 keer beter. Daar was ik vandaag maar weer eens achter gekomen. En dan gaat het bier erbij. En... Ik vind het steeds lekkerder worden, die kibbeling. Dit is wat je wil, man. Maar om heel eerlijk te zijn, was de reis naar dit bakje kibbeling toe eigenlijk veel leuker dan het eten zelf. Het gouden hoer op de vliegvelden. Zo, er zitten camera's in, toch? Good morning. Good morning. Hey, man. Challenge. De mensen die ik heb ontmoet. Kibbeling door het beslag. Het absurde Noorse landschap. Nu ben ik hyped. De klassieke bakjes. Ravigot saus. De orka's. Dit is echt insane, Michael. Allemaal dingen die ik nooit had meegemaakt als ik gewoon een bakje kibbeling had besteld bij de viskraam in Nederland. The moment of truth. Zal het smaak. Kibbeling in Nederland will never be the same, man. Amazing. Just amazing.